U moet een dubbel gevoel hebben, want u heeft fantastische reddingen verricht en toch 4 winnen. Hoe kan dat? Ja, dat is pijnlijk. Ik denk, dat is geen goed teken voor de match, dat ik veel redding heb gedaan en er toch 4 heb binnengekregen. En, ja, het is pijnlijk. Een klassiek overlies is nooit goed. Maar ik denk vandaag de manier waarop was helemaal niet goed. Ik denk, je kunt verliezen. Barça is goed bezig, maar niet op deze manier. Ja, want ze misten er ook nog 3 of 4, denk ik. Ja, inderdaad. Ze hebben een paar open kansen gemist. De tweede helft nog, een paar reddingen van mij. Ik denk, we zijn vrij goed begonnen aan de match. We hebben een goede kans gehad. Maar daarna waren we veel te open. Er waren veel te veel ruimtes in het middenveld, wat zij makkelijk vonden. En dan Dembélé de hele tijd 1-op-1. Gevaarlijk, snelheid. De eerste goal komt vandaar dat we niet agressief genoeg zijn voor de bal weg te koppen in eerste paal. En Aubameyang anticipeert 1-0. De tweede goal is eigenlijk een fase waar corners agressief moet zijn. Araujo, we weten dat hij daar altijd gevaarlijk is. Dan gaat je in de rust. Dan hoop je misschien 1 goaltje te maken, snel misschien terug te komen in de match. Maar het omgekeerde, we beginnen 10 seconden en er staat al 1-op-1 met mij die mist. En dan daarna scoren ze een minuut later, dus dat is niet goed. 0-4, is Benzema zo belangrijk bij jullie? Hij is belangrijk, maar vandaag was het niet aanvallend. Oké, we hebben niet gescoord, maar het is het verdedigende als ploeg dat we niet goed genoeg hebben gedaan. Wat tactisch niet goed was, moeten we intern bespreken. Dat moeten we niet hier op tv bespreken, maar ik denk toch dat we als ploeg moeten praten en als ploeg eruit moeten komen. Maar het is een goede wake-up call. En het positieve is, we staan nog altijd 9 punten voor, dus gelukkig is dat nog het positieve. En we moeten gewoon onze matchen blijven winnen en blijven gaan. En dit is gewoon een wake-up call. Dank u wel. Alsjeblieft.